Dan was er één zaak uit de vorige uitzending waar we het nog niet over hebben gehad. Dat komt omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn in Tiel. In de vroege ochtend van donderdag 7 februari proberen 2 of 3 jonge mannen daar een gemeenteambtenaar en zijn gezin om het leven te brengen in hun huis aan de burgemeester van Altenaarstraat. Er werden brandbommen naar binnen gegooid terwijl het gezin lag te slapen. Doordat de benedenverdieping meteen in brand stond, konden de man, vrouw en hun 2 jonge kinderen hun leven alleen redden door via het balkon op de eerste verdieping naar de buren te klimmen. Ze leven nog altijd elders. Vorige uitzending werd duidelijk dat de aanslag mogelijk als wraak is bedoeld. Door iemand die het niet eens is met de gemeente waar de ambtenaar juridisch advies over conflicten geeft. In de wetenschap dat daar een heel gezin boven lag te slapen, dit had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Het is gewoon onacceptabel. We hadden niet alleen signalementen van de daders. We wisten mogelijk ook in welk type auto ze reden. Want na de explosies was het geluid gehoord van een Golf GTD. En ook deze Mercedes is mogelijk van een dader of opdrachtgever. Daar zaten 2 mannen in die, vermoedelijk als afleidingsmanoeuvre, even eerder 2 auto's aan de Kersenbogert in brand staken. Ja, en van die Mercedes hebben we zo nieuw beeld. Maar dit zijn dus in ieder geval de 2 auto's die mogelijk te linken zijn aan de daders. Een Golf GTD, die is gehoord. Dus het type en de kleur, dat staat niet vast. En dus die Mercedes. Mevrouw Westerhof, daar is al wel over getipt. Ja, dat klopt. Door maar liefst 6 mensen. En die informatie die gaan we nu verder uitzoeken. Daarnaast wachten wij met de informatie die het NFI ons zal geven. Want wonderbaarlijk, er is op die brandbommen zodanig bewaard gebleven dat wij daar hele interessante sporen op konden aantreffen. En toch zijn we wel heel benieuwd naar nieuwe tips. Want wij hebben de indruk dat er mensen moeten zijn die weten wat daar gebeurd is of wie daarachter zit. En we denken ook dat zij bewijzen hebben. En we hopen echt dat zij vanavond contact met ons opnemen. Ja, want die informatie komt dus tot nu toe niet bij u terecht. Maar ik kan me eerlijk gezegd voorstellen, dit zijn daders die dus blijkbaar niks kan schelen dat 2 kinderen, waar 5 en 8 levend hadden kunnen verbranden. Dat is best angstig om daarover te vertellen, lijkt me. Ja, en daarom willen wij ze ook echt op wijzen dat zij ook kunnen bellen met het team Nationale Inlichtingen. Die schermen dan de tip geven af in het dossier. Nou, en ik wil ook nog een keer benadrukken dat er een beloning is uitgeloofd van 12.500 euro. Duidelijk. We hadden het er net al even over. Er is dus ook nieuw beeld, beter van die betrokken Mercedes. Die zien we hier die ochtend van 7 februari rijden over de Laan van Westrooy, een beetje aan de rand van de stad. Na de brandstichting is die auto Tiel weer terug ingereden. Daar kwam die ook vandaan. Wie weet dus mogelijk van wie deze auto kan zijn geweest, of kan dus de link leggen tussen zo'n Mercedes-eigenaar en mensen die beschikken over een Golf GTD. En denk nou niet, ach, een ander gaat dit wel oplossen. Een gezin was hier bijna dood geweest omdat iemand blijkbaar zijn zin niet kreeg van de gemeente. Praat alstublieft.